Dit is het dagboek van je vader, uit de tijd direct na de oorlog, toen hij naar Praag was uitgezonden. Ik geef het aan jou, anders ga ik het misschien zoeken als ik er niet meer ben. Maarten Marijn maakte onderdeel uit van die missieboom. Maar wat, ja, wat deed die missieboom nou eigenlijk? Nou, die missieboom die was erop gericht om Nederlanders die vast waren gekomen te zitten in de loop van de oorlog in Midden- en Oost-Europa, om die terug te halen, om te repatriëren. Marijn zijn dagboek begint met Aken totaal verwoest. Duren nog erger, zelfs geen muren meer. Nadat Churchill in oktober 1940 de verovering van Groot-Brittannië door Hitler had afgeslagen, begonnen de Engelsen met het bombarderen van Duitsland. De doelstelling was om 900.000 doden te maken in die gebieden. Op 20 juli 1945 komt Marijn hier in Nuremberg aan, waar Hitler zijn Reichsparteitagen hield. Langs de wegen trekken nog steeds tientallen Duitsers met karretjes, fietsen of rugzakken. Het is voorwaar een zielig gezicht. Het zal jaren duren voor alle steden weer zijn opgebouwd. Hier Radio Oranje, de stem van vrijheid. Allen wie gezin uiteengerukt is, geef ik de verzekering om deze nieuwe slachtoffers van het schrikbewind ten spoedigste te doen terugkeren. Koningin Wilhelmina was hier wel erg optimistisch. De praktijk van de missie was veel weerbarstiger. Hier een steentje van Marijn. En een steentje van Floor. Ook Hans was weer een slachtoffer van de nazi's. Thans zijn de moffen bezig lijken op te graven en over te brengen naar nieuw gedolven graven langs de weg. Van de 24 aangeklaagde nazi-kopstukken werden er uiteindelijk 11 ter dood veroordeeld en opgehangen. Marijn heeft daar het nodige meegekregen van het proces. Guilty of war crimes and crimes against humanity. Death by hanging. In september 1946 komt een einde aan de bijdrage van Marijn aan de missie in Praag.